Ja, we mogen weer wat leuks testen, namelijk het nieuwe Akrapovic uitlaatsysteem op de allernieuwste BMW M5. En dat klinkt dan zo. Ja, en natuurlijk was dat met kleppen dicht. Ik zet ze open met deze Sport Plus button en... En dan heeft een uitlaatsysteem wat bijna 8000 euro kost in Nederland echt wel wat uitleg nodig. Want dit uitlaatsysteem op de nieuwe BMW M5 is ook nog eens een primeurtje. Dit is namelijk de eerste BMW M5 in de wereld met een Akrapovic uitlaatsysteem. En dan loop je naar achteren en dan zie je hier vier ontzettend dikke uitlaateindstukken. Volledig van carbon. Ook nog eens met een diffuser van Akrapovic, ook in het carbon. En dan is zo'n bedrijf wel leuk, hè? Dan heeft zo'n bedrijf 27 jaar ervaring in het bouwen van uitlaten. Dan zijn zij nu zo'n jaar of 8 actief in het ontwikkelen van uitlaatsystemen voor auto's als deze, performance cars en supercars. Dan hadden zij 8 jaar geleden 650 werknemers en dat is nu al verdubbeld naar zo'n 1300 man. Kortom, ja, dit is wel een bedrijf wat het serieus neemt. En dan heeft zo'n uitlaatsysteem ook echt nog wat toe te voegen. Dit uitlaatsysteem, volledig ontwikkeld van titanium, is 40% lichter als de standaard uitlaat van BMW. Hij zorgt ervoor dat hij zo'n 30 Nm extra aan koppel heeft en ook nog eens een pk of 5, 6, 7 extra. Nou ja, dat komt de performance natuurlijk alleen maar ten goede. Ja, en dan kost dat bijna 8000 euro. Dat is een hoop geld, maar wat een toevoeging voor als jij een nieuwe BMW M5 hebt.